Hi, leuk dat je weer kijkt. Ik ga straks weer aan de slag met een gadget. Ik heb hier de 3D Doodler, of de 3D Doodler Pen, versie 2.0. Ik weet niet precies hoe die heet. Maar goed, het is dus een 3D pen, een pen waarmee je in de 3D kan tekenen. En dus als het ware dus zeg maar het kleine broertje of zusje van die twee Ultimakers die hier achter me staan, een echte 3D printer. Maar goed, die zijn wel een paar duizend euro en deze kost 100 euro. En is misschien dus wel meer geschikt voor het onderwijs. Om leuke dingen mee te maken, om je creativiteit mee te proberen. Ik ga hem zo uitpakken, gaan we eens kijken wat er allemaal in zit en hoe dat ding überhaupt werkt. Nou, er zit van alles in de doos. Natuurlijk de pen zelf is best een flinke pen. Hè. Best wel zwaar, het ligt op zich wel goed in de hand. Voor de rest komt er van alles bij. Ik denk een kapje als hij te heet wordt, want dit mondje zou wel eens heel heet kunnen worden. Hij heeft stroop nodig natuurlijk om te kunnen werken. En nou, eens kijken hoe lang dat is en of dat toereikend is. Anders heb je ook nog een kabelhaspel of iets nodig om ermee te kunnen werken. We gaan hem straks aanzetten. En verder, het lijkt wel alsof of het marteltuigen zijn van een of andere James Bond slechterik. Met allerlei kleine dingetjes, mini schroevendraaiertje. Kunnen we misschien wel gebruiken. Verder zit er ook materiaal bij. PLA. Dat zijn de staafjes die in de pen gaan. Die gaat die zo natuurlijk smelten. En ook ABS. In vrolijke regenboogkleurtjes. Komt er allemaal bij. Dus we kunnen zo meteen aan de slag. Er zit een handleiding bij. Maar ook, en dat vind ik wel aardig, een mooie brief. Met daar een link met allerlei recente instructievideo's. En die laten dan ook, als het goed is, precies zien hoe je ermee aan de slag gaat. We gaan het maar gewoon eens proberen. Goed, de pen is aangesloten op de stroom. Ik heb een staafje bij de hand. Dit is ABS. Hij heeft verschillende standjes. Hij zet nu uit. Ik kan hem zetten op laag of op hoog. En dan wordt hij dus heter of minder heet. Hij is nog aan het opwarmen. Hij is nu rood. Als ik werk met ABS, dat zijn die kleurrijke dingen, dan moet die blauw worden, het lampje, dan is die heet genoeg. Als ik werk met PLA, dan moet die groen worden en dan is die heet genoeg. Blauw is de allerhoogste stand, dus het is eigenlijk wachten tot het lampje nu op blauw gaat. En dan moet ik deze erin rammen. Die gaat hieronder erin en die moet best een stukje erin klikken. Nog even wachten dus. Hij heeft twee knoppen vooraan. Als je daarop drukt, dan begint het eruit te komen op een vloeibare manier. En één knopje is als je het langzaam wil en één knopje is als je wil dat er veel uitkomt. Dus ik ben benieuwd. Het lampje is blauw, dat betekent dat we aan de slag kunnen. Even kijken, deze moet hieronder. En dan doorduwen, dat hij goed vast zit. En als het goed is, als ik begin te drukken, lijkt wel alsof ik bij de tandarts zit. Oeh, is een heel naar geluidje. Er zitten hele kleine tandwieltjes in en die trekken dat staafje steeds iets verder door. Stinkt ook een beetje. Ik ga er maar niet aan zitten, dan wordt het heet. Ik leg even die martelwerktuigen aan de kant. Kijk, voor de zekerheid, ik heb een papiertje meegenomen. Ik weet niet wat voor grote knoeiboel het wordt. Even kijken, daar gaan we. Mijn pengreep is nooit fantastisch geweest. Maar goed, eens kijken of die het gaat doen. Ik druk die knop in en ik hoop dat er straks wat uit gaat komen. Ja, het komt. Kijk, oeh, het komt eruit. Ik krijg wel een beetje een lamme hand van die knop ingedrukt houden. Even kijken hoor, op het papier. Maar niet te snel. Kan ik omhoog? En omlaag. Oh, dan gaat hij vanzelf. Ik laat de knop los. Hey, dat is relaxed. Hij blijft komen. Dan kan ik ontspannen tekenen. En de grote stroom. Oeh, is heet hier. Twee keer klikken en hij gaat vanzelf.
Oh, dus de dikke stroom, er komt wat sneller. Even kijken, ik moet natuurlijk wel iets gaan maken. Stop. 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 Wat zou ik eens gaan maken? Het werkt op zich wel. Het is meteen een beetje hard. Even kijken. Ik ga even kijken of ik iets leuks kan tekenen. Nou, hij is af. Een prachtige hond. Het is nog een beetje provisorisch. Het is best lastig en ik kom erachter dat het gewoon heel handig is als je ook wat andere dingen kan gebruiken erbij. Een schaar of misschien moet je wel met de andere hand waarmee je niet de pen vasthoudt toch iets van een handschoen aandoen of zo. Maar je hebt heel erg de neiging om een beetje mee te gaan helpen met het spul. En dan moet je oppassen dat je niet brandt. Maar goed, het is een eerste oefening en niet slecht, niet slecht. Dit is, zoals dat hier ligt, is de basisset. Je kunt het altijd weer netjes opbergen in de doos. We hebben ook een standaard erbij. En daar kan de pen die kan daar dan in. En je kunt er ook de staafjes, die kun je daarin bewaren. En je hebt er ook voor de 3D Doodler een speciale set. Met allemaal andere tuitjes erop. En dan kan je dus andere vormpjes of andere diktes gebruiken. En dan kan je daar ook mee experimenteren. Als je hem weer wil opbergen is het natuurlijk belangrijk dat hij is afgekoeld. Maar het staafje kan er ook weer uit als het goed is. Dan moet ik deze twee knopjes tegelijkertijd indrukken. En als het goed is komt hij er dan uit. Het gaat heel langzaam. Het gaat wel. Dat is handig als je van kleur wil wisselen. Maar dat staafje kun je er ongetwijfeld ook gewoon in laten zitten natuurlijk. En zo ziet dat er dan uit als het eruit komt. Beetje aangevreven. Goed, deze gaat eruit. En dan ga ik het weer netjes opruimen. Tot zover de 3D Doodler. Wat moet je hier nou mee? Het is wel een hele nieuwe vorm van weer dingen creëren natuurlijk. En het is best leuk om deze technologie op deze manier toch toegankelijk te maken voor eigenlijk voor iedereen. Met zo'n pen. Het is niet heel makkelijk, maar ik denk dat als je ermee gaat oefenen, dat je best leuke dingen ermee kan maken. Leuke constructies. En dat het weer een aanvulling is op je repertoire om creativiteit en technologie met elkaar te combineren. Het is eigenlijk dus de uitdaging om op zoek te gaan naar leuke opdrachten om de 3D Doodler bij in te zetten. Ik vind hem leuk en ik ga er zeker vaker mee spelen. Bedankt voor het kijken en wellicht tot de volgende keer.